Volgende week op 7 juni wordt in Utrecht de 5e editie van het Campus Doc Filmfestival gehouden. Daarom zenden wij een aantal documentaires uit die voor de editie van vorig jaar zijn gemaakt door studenten journalistiek uit Utrecht. Dit weekend een docu over een bijzonder hockeyteam uit Amersfoort. Dit G-team bestaat uit spelers die net iets anders dan anderen zijn. Ze hebben een verstandelijke beperking. Maar desondanks zijn de teamspirit en de strijdlust er niet minder om. Kijkt u naar de G van hockey. Dat wordt, ik twijfel nog een beetje of dat nog wat gaat worden. Ja, gewoon te spelen en te pasen en dan bam in de doel. Deze kant op doe ik zo of zo of zo. Of zo. Dat weet ik niet zeker. Dat nummer ga ik doen. Het is een kind, het is gewoon nog een kind, maar hij zit gewoon heerlijk in zijn vel en dan zit ik ook in mijn vel. Dan, ja, dan ben ik, als hij zo is, zo sociaal, zo spontaan, zo, dan loopt iedereen naar binnen waar hij maar naar binnen kan komen. Nou, iedereen mag hem. En dan denk ik, ja, laat hem maar even zo. En als hij 18, 19 is, dan kijken we wel weer verder. Dat speciaal onderwijs, dat SO, dat noemt hij zo. Mm-hmm. Omdat hij het zo gewend is. Hey, je hebt een SO en een WSO. En dat S voor speciaal staat, nou, dat hebben we niet door. Nee. Dat heeft hij niet door. Ja, Bobby zal nooit zeggen van ja, ik zit in een G-hockeyteam, ik zou liever in een ander team willen spelen. Hij speelt hockey, dat is het. En of het wat voor niveau het is, dat maakt hem helemaal niet uit. Maar nee, ja, ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat hij daar toch wel in blijft steunen. Hè? Dus, maar dat hij dus niet in een gewoon team speelt of mee kan, maakt hem niet uit. Nee. Hij vindt gewoon het sporten zelf gewoon heel erg leuk.
Ja. Ja, is goed, kom zo. 5 minuten voor de tafel gelegd zijn. Is goed. Oh, dan doe ik toch maar eens. Ik hou ook heel erg van om alleen met de trein te gaan. Dat je gewoon geen ouders bij je hebt die tegen je praten of zo. Dus je kunt gewoon lekker zelf even lekker rustig aandoen. Ik vind het natuurlijk ook leuk om hier om dingen samen te doen. Maar ik ben ook iemand die gewoon houdt om even... Het heeft natuurlijk ook met de leeftijd te maken. Dat ik graag weer wat meer alleen wil doen. Eet smakelijk allemaal en een gezegende maaltijd. Ja. De spelers van Almere, zijn die snel? Ja, tactisch. Oké. Zijn ze ook even groot als jij? Ja, ze zijn ouder, hè? Oh. Ze zijn ouder. Ik denk dat de jongste begin 20 en de oudste begin 30 kwijtgaan. En wij gaan denk ik best verliezen. Oh, je denkt dat ik bij voorbaat verloren. Nou ja. Ik mag toch ook niet fanatiek zijn? Maar Robbie is wel een beetje zo, toch? Ja, Robbie is wel ja en nee. Nou, dan ga je een beetje mee in Robbie's fanatiek. Maar nee. Nee, echt niet. Nou, doe maar. Nee. Dus, wat gaan we doen? Je krijgt zo te horen in welk groepje je zit. Je pakt een krant en leest een artikel. Daarin de moeilijke woorden onderstrepen. Met je groepje krijg je een werkblad. Dan ga je het woord opschrijven. En dan ga je het in het woordenboek. Ga je het woord opzoeken. Opzoeken? Ja, in het woordenboek. In het woordenboek. Of er staat een woord in de krant wat ik niet goed begrijp. Ik vind dat er soms nog best wel moeilijke woorden in staan. Ook voor jou dan? Dus jij bent niet van de financiële stuk van de krant? Nee, die lees ik niet door. Oh, je bent hier wel een beetje ver, Robby. Robby? Ja, ik heb de P. Robby, zou ik het even voor jou overnemen? Mag je van eigen? Gekke paashazen. Ik heb vanmiddag ook wat zit er voor de rest kan ik wel. Nu even serieus, nu is het ook gewoon rustig en stil in de les. In het woordenboek ligt nu een bladzijde uit wat ik niet prettig vind. Dus ga eerst woorden opzoeken. Schrijf die op. En dan ga je ze opzoeken in de woordenboek. We hebben al wat gevonden. Kijk, nou, perfectionisme. Heel goed. Ga opzoeken wat het dan betekent. Nou, daar waren we ook al mee bezig. Oké, ja, maar dan moet je handen. Je zakt dat wel. En dit kan echt heel mooi pakken. Ja. Mooi pakken. Ja, dat is het. Ja,
Lekker weer, hè? Ik heb het niet weer besteld. Heb je het weer besteld, jongen? Ja, en nee genomen. Elke bal die goal uit. Ja. Ik zie ontzettend goede verdedigers hier. Wouter, maar ook Bram en Maartje. Maartje en Kees Jas. Goed zo. Kom Janiek. Ja, lekker. Hij zit op mooi aangegeven. Ja, hij ging doorheen. Er wordt nu een pep talk gegeven door Emiel voor de wedstrijd tegen Almere. We hebben over 2 weken een wedstrijd tegen Almere. Ik ben net nieuw in de groep, maar ik weet dat het misschien moeilijk wordt. Maar wat zeggen we als we niet winnen? Jammer. Maar als we nou onze best gaan doen en hun kont gaan afschrikken met de goals die we hebben van Sam, van iedereen in het team, moeten we wel zeggen dat we redelijk zijn voor zo'n ploeg. Dus, wat zeggen we? Go! A-A-M-C. Geohockey is 9 jaar geleden ontstaan. In de loop van de jaren dat wij met hun bezig zijn, zie je ook dat hun fysiek allemaal beter worden. Sterker worden, makkelijker bewegen. Daardoor kan je natuurlijk ook weer wat meer tegenslag aan in het leven. En sinds de laatste 3 jaar ben ik voorzitter van de Geohockey in Amersfoort. Deze groep spelers is een groep waarmee ik in mijn dagelijks leven niet veel in aanraking kom. Dus het was voor mij ook wel heel, heel nieuw. En ik ben begonnen echt uit nieuwsgierigheid. Want ik zag ze spelen op het veld. Ik zag ze trainen. Ik zag ze daar heel veel plezier hebben. En daar ben ik eens gaan kijken naar uiteindelijk op die manier ingerold. Maar voor heel veel andere mensen is het best ver van hun bed. Mensen kijken natuurlijk altijd wel even. Want die zien dat ze toch gewoon lekker kunnen overspelen. Dat ze best een bal kunnen afpakken. Dat er mooie acties gemaakt worden. Ik heb er vandaag ook een paar hele mooie gezien op het veld. Daar zijn mensen inderdaad wel verbaasd over, ja. Je ziet toch in de loop der jaren dat er steeds positiever gereageerd wordt. Ja. Dit is de hoek in de kantine waar we op zondagochtend ook zitten. Dus dat is wat de spelers kennen, dus dat is waar ze ook direct naartoe lopen. Ik vind niet dat je integratie voor moet stellen. Dat dwing je nooit af, integratie. Ook al zou je dat heel graag willen. Maar daar heb je zoveel andere mensen voor nodig. Dus ik vind veel meer dat het belangrijker is dat ze bewegen, fit zijn en zich beter daardoor voelen. En dat stuk samenhorigheid, gezelligheid. Maar echt mengen, dat zie ik zelf niet gebeuren. Nee. En de vraag is ook of dat heel erg is. Over Robbie. Nou, Robbie die komt overal doorheen. Ten eerste is hij klein en hij rent gewoon zo het veld over en als hij er niet is, gaat de wedstrijd ietsjes minder goed dan. Doordat hij zo vrolijk is, ik denk dan wel dat de rest ook vrolijk is gewoon. Ja, hij vindt het natuurlijk altijd leuk als ik er weer ben en zo. Want in de klas moet hij rustig gaan zitten en dan ook gewoon die lessen gaan volgen. Maar bij het hockeyveld kan hij gewoon al zijn energie kwijt. Dus ik denk ook wel dat als hij zijn energie niet kwijt kan, dat hij dan extra druk is. Voor mij is de uitlaatklep ook muziek. Ik ga ook elk jaar naar Serious Quest. Dus dat vind ik ook wel leuk. Dus ik hou ook heel erg van goede doelen steunen. Hallo Erik! Het is geen nooit een kind geweest wat naar buiten gaat en lekker buiten gaat spelen en dat soort dingen. Dat doet hij niet uit zichzelf. Dat hij in eerste instantie niet zo zichtbaar gehandicapt overkomt, dat maakt het ook lastig voor hem. Want hij wordt ook vaak overschat. Het is natuurlijk wel gewoon heel erg zijn vaste dingen waar hij het over heeft. Zijn vaste onderwerpen, dat arsenaal is niet zo heel groot. Dat is toch anders dan bij andere kinderen. En het gesprek stopt dan ook op een bepaalde manier. Als je er dan over door wil gaan, hè, wat je met een gewoon kind dan zou doen, dan zou het gesprek ook verdieping krijgen of een andere wending of zo. En dat merk je dat bij Janik niet gebeurt.
Ik denk dat hij wel wat zich wel steeds meer van bewust is. Dat denk ik wel. Ja. Maar ik vind dat nog altijd lastig. Ja. Daar hebben we het ook nog niet zo heel erg veel met hem over. Ja. Ja, en het spiegelt zich ook heel erg aan zijn zussen. Hè? Toekomst. Hè? Als ik later kinderen krijg. En als ik in Amsterdam ga wonen. Of dit soort dingen. Dus dat maakt het ook niet makkelijk. Geef je bal aan Roy. Oké, gewoon met. En deze kan ook nog maar. En we hebben ook goede spelers zoals Sam, Robbie. Van de verdediging hebben we Wouter, die is ook heel goed. Hey, Wouter! Geef de bal mee! Goed verdedigd! Oh, ik ben Wouter, Guus, Gisselman van Nick, aanvoerder, captain. En als we uitgeroemd zijn, moet je ook met je handen aangeven en zo. Bal terug, lekker weglopen. Terug, lekker weglopen. Ho, 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 ho. Terug, lekker en weglopen. Daar, dat is terug, lekker. Het is geen hockeyteam. Het is echt hartstikke leuk. Ja. Yeah. Thijs. Als we echt heel goed ons best doen en echt heel veel doelpunten scoren, misschien worden we dan kampioen. We geven geen 50, geen 75, net geen 95. We geven altijd alles of niks. Thank you.
Kijk naar de G van hockey. Volgende week een hernieuwde kennismaking met boer Kok uit Hoogland. Hij strijdt al jaren voor diervriendelijker en natuurvriendelijker landbouw. Volgende week ziet u hoe het hem de afgelopen jaren is vergaan.